Hallo allemaal, mijn naam is Emilio Sandoval Carrasco en vandaag vieren we de derde verjaardag van het muziekopleidersakkoord. Ik neem je mee voor een kijkje in het programma. Hoe zet je eigenlijk social media in als middel voor muziek in het onderwijs? Dat vragen we natuurlijk aan TikTok-creator Meester Stefan. Hoe voelde het er eigenlijk uit van, ah, oh, zij dat kan ik het ook. Ze moesten een eigen script gaan bedenken voor een ezelsbruggetje of een uitlegvideo wat dan te maken had met muziekonderwijs. Bon dia, goedemorgen. Studenten Manon, Carlijn en Noortje vertellen over de studiereis naar de Cariben. Die wordt georganiseerd door het muziekopleidersakkoord. Dus het is heel bijzonder dat er van ieder land, ieder eiland iemand aanwezig is vandaag. Zodat we ook echt met hen hier het gesprek kunnen voeren. Heel fijn om met alle collega's hier even samen te zijn. En de workshop bezocht te hebben. We waren zeer belangrijk, inhoudelijk van belang ook voor de eilanden op zich. Ik vind het heel mooi dat ja, Curaçao en de Caribië, dat is toch verbonden met ons. Ik vind het gewoon heel mooi om die verbinding te zien. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat nog meer op te zoeken. Dus dat vond ik heel mooi. Wat vandaag extra bijzonder maakt, is de lancering van het dansopleidersakkoord. Daar hoort natuurlijk een dansworkshop bij, door Sally, Dansgezelschap Maastricht. Ik wist natuurlijk al jarenlang van het prachtige initiatief, dus ik dacht, is er een mogelijkheid dat we ook met de dans dat kunnen gaan doen? Nou, het is echt een samenwerking, want door wat jij inbrengt, komen wij weer op ideeën en op die manier ga je dan samen verder. Hoe zorgen we dat onderwijs een betere plek krijgt in deze samenleving? En hoe je daar ook gewoon kunst in kan passen en dat kunst niet een apart iets is. Super mooi om te zien hoe je toch met kinderen, dat ze bijvoorbeeld niet kunnen horen of niet kunnen zien, dat je ze toch een muzikale ervaring mee kan geven. Dat was heel inspirerend, ja. Het heeft me echt ook gemotiveerd om echt meer muziek in mijn lessen te gaan doen op school. Ik werd wel heel erg geïnspireerd door de verschillende werkvormen die we vandaag hebben gezien. Dat zijn ook echt werkvormen die ik mezelf ook in de klas zie toepassen. Vandaag, onder deze dak, zijn een heleboel gesprekken ontstaan, heel veel kennis uitgewisseld en nieuwe dingen zijn ontstaan. Vanaf hier, als mensen de deur uitlopen, wordt het allemaal verspreid. Het gaat de klaslokaal in en komt er meer dans, meer muziek en dus meer vreugde. Bedankt voor het kijken en tot volgende jaar.